We zijn in lichtstad Eindhoven en de stad maakt zijn naam meer dan waar deze week met het Glow Festival. Wij komen net aan hier op het station met een enorme troep mensen die allemaal deze route gaan lopen. Dit is het eerste wat we tegenkomen, een enorme koepel dat een beetje doet denken aan een Romeins Renaissance bouwwerk. Wat hier is neergezet om het standbeeld van Anton Philips. 30.000 lampjes, het is prachtig. Angelique Spanings, een van de curatoren van Glow Festival. Kun je me iets meer vertellen over het festival? Voor wie is het? Glow is eigenlijk één groot publieksfestival. Daarom is het ook echt allemaal in de open lucht nu. Het enige werk wat echt binnen staat is dit werk hierachter van Ginny Vos. Dat staat in de etalage. Maar dat is juist ook bedoeld om in de etalage te staan. Want eigenlijk loop je altijd langs de etalages. En het laat oude filmbeelden zien uit het begin van de filmtijd. In een hele grove pixel. Dus het is eigenlijk ook een soort commentaar op het niet zo goed kijken van weleer. Ik denk dat een van de opvallende dingen dit jaar is dat er heel veel combinaties zijn van lichtwerken met geluid. Dus dat je nog meer beleving krijgt dan alleen maar het kijken naar mooie lichtinstallaties. Dat er ook het geluid bij komt wat nog iets toevoegt. Deze kunstenaar heeft allemaal veteranen geïnterviewd en die quotes worden eigenlijk afgevuurd op het gebouw daar in licht. Ik zei ook dat er niks aan de hand was als we gewoon klagen. Nou, we zijn hier begonnen bij het station en nu lopen we eigenlijk via de markt naar de kerk. En als we de brochure moeten geloven is dat echt een van de hoogtepunten. Dus ik ben heel erg benieuwd, het zal wel ontzettend druk zijn, maar let's try. Ze tellen af, nog 4 seconden tot de nieuwe show. Volgens mij wordt dit heel indrukwekkend op het stadhuis. Het leek net of het gebouw eigenlijk in beweging kwam. En nu wordt het als een soort canvas klaargemaakt en nu wordt het als een doek beschilderd. Nou, we lopen van het ene spektakel naar het andere. Je weet, van Abbe Museum is er ook van alles wat er gebeurt. Het is ook wel ontzettend knap gedaan. Het lijkt eigenlijk net of het gebouw, het Van Abbe Museum, in vlammen opgaat. En dat is geïnspireerd op een quote van Picasso die zei dat musea eigenlijk opgebrand moeten worden zodat de creativiteit vrijgelaten wordt. Nou, als je denkt dat je deze route snel kunt lopen, heb je het mis, want dit is ongeveer tempo. Verder hebben we een heel mooi werk in de Kanaalstraat. Daar staat UVA op een platform. Allemaal zuilen die interactief reageren op het publiek. En waar je dus tussendoor kunt lopen en dan gaan die zuilen eigenlijk een beetje met je praten. Muziek hoor je. Dat zijn composities van Massive Attack. In principe verbindt de route 2 uiterste punten. Het Van Abbe Museum, dat dit jaar 75 jaar bestaat. En de Technische Universiteit Eindhoven, die 55 jaar bestaat. Dus het baken waaraan je kunt zien aan welke kant je loopt, is een groene laserlijn door de lucht die precies boven de Dommel de lengte van het totaal aantal jaren van die twee grote instellingen in Eindhoven met elkaar verbindt. We zijn op de TU waar Michel Suk, lichtkunstenaar, het hele terrein eigenlijk onder handen heeft genomen. En een ander licht schijnt op de gebouwen die hier
s'avonds toch een beetje verlaten bij liggen in het donker. En eigenlijk is het Glow Festival ook in de binnenstad en hier ingeslaagd om een ander licht te schijnen op de publieke ruimte. Je kijkt echt anders naar de stad en zijn gebouwen. En ja, waan of werkelijkheid, dat was het thema. Ik denk dat ik nog steeds goed weet wat echt was en wat niet. Maar het is er niet minder mooi om. Het is het bekijken meer dan waard en dat kan nog tot 12 november.